Breda Nu. Je weet het meteen. De Bredase Vredesprijs is dit jaar uitgereikt aan de Bredase Mo. Hij wordt beloond voor zijn inzet als grote broer voor de jeugd in zijn wijk. Voor de mensen die het niet kennen, wat houdt de Vredesprijs in? De Vredesprijs is een erkenning voor mensen die de vrede bevorderen. Dat klinkt wat abstract, maar mensen die op kleine of grote schaal helpen de samenleving wat te verbeteren. En het is de Bredase Vredesprijs, dus het gaat over Breda en omstreken. De prijs gaat dit jaar naar Mo. Nou Mo, van harte gefeliciteerd met je prijs. Kun je mij even vertellen wie jij bent en waarom je deze prijs hebt gewonnen? Ik ben Mo, 22 jaar. Ik ben werkzaamheden bij project Grote Broer onder Kik. Ik ben genomineerd wat ik mijn eigen wijk doe en hoe ik mijn eigen wijk inzet voor de jeugd. Daarvoor ben ik genomineerd. En wat doe jij zoal voor de jeugd in jouw wijk? We zijn sinds vorig jaar als kleine groepje begonnen. In eerste instantie omdat ik vaak straatwerk doe met jongeren en kwam ik veel jongeren tegen en probeer ik gewoon binnen te halen. Sindsdien zijn we een groepje geworden. We zijn van jongens van 11 tot 15 jaar en we proberen gewoon straatwerk, voetballen samen en andere jongens die gepest zijn meeslepen tot we elkaar niet gaan pesten en dat we respect voor elkaar hebben, normen en waarden hanteren. Zo proberen we eigenlijk verleidingen voor de jeugd te voorkomen. En waarom vindt u het als gemeente Breda belangrijk dat er een prijs zoals de Vredesprijs wordt uitgereikt onder de inwoners van Breda? Ik vind het belangrijk dat het thema vrede en vrijheid op de agenda staat en vrede en vrijheid wordt door mensen gemaakt. En wordt ook in onze stad door bijzondere mensen gemaakt die een bijdrage leveren dat het fijn is om hier samen te leven. Zodat we echt ons iedere keer weer realiseren dat vrede en vrijheid niet iets vanzelfsprekend is, maar wat je moet onderhouden met elkaar. En dat doe je door dingen bij elkaar te brengen, door samen te leven op een goede manier, op een goede manier het gesprek te voeren, respect te tonen voor elkaar. En daarom vind ik het belangrijk dat deze prijs er is. Gefeliciteerd man. Dankjewel. Breda Nu. Je weet het meteen.